Als je denkt, wat ziet Gijs er vandaag klein uit, dan kan dat kloppen, maar anders kregen we deze gigantische monitor niet in beeld. Samsung stuurde ons de gloednieuwe Odyssey Arc van 3000 euro met een 55 inch 4K Quantum Mini LED paneel op 165 Hz. Ik zou het alleen geen monitor meer noemen. Dit ding is veel meer. Ik heb nog nooit zoveel functionaliteit in één display verwerkt zien worden. Ik laat je zien wat hem zo speciaal maakt en we gaan hem natuurlijk, hoe kan het ook anders, op gamen. Let's go. Profiteer tot en met 31 september van onze Back to School actie en scoor flinke kortingen op producten uit alle categorieën, waaronder natuurlijk game PC's. Ook krijg je tot en met 12 oktober Marvel's Spider-Man Remastered bij elke RTX 3080 of hoger, of het nou in een game PC, laptop of als losse kaart is. Wil je mij en het YouTube team ondersteunen? Bestel dan een product via een van de links in de beschrijving. Alvast bedankt, love you. Bye. Alright, nou omdat dit ding zo fucking huge is, heb ik de hulp ingeschakeld van collega Job. Hey! Hey. Dag beste mensen. En we gaan hem uitpakken, Job. Zullen we hem even wat dichter bij de tafel schuiven? Oké. Zo. Jezus. Even een schermpje unboxen hoor. Ja. Jezus Christus. Nou, jou de eer. Ik ga niks lopen hier vandaag. Ja, ik ook niet, hoop ik. Dan heb je een dure rekening, kan ik vertellen. Oké. Heb je een schroefdraaier? Ja. Ben je er klaar voor? Naar hem aanpakken. Gas! Wat doe normaal? Kijk, die curve ook, hè. Alright, let's go. Tel hem gewoon op aan de tv, want ik vind het heel naar aanvoelen. Ik tel hem op aan de tv, denk ik. Iets hoger. Yo. Zo. Jezus. Overkill. Maar heel vet. Heel vet. En dan kun je nog dit doen, hè? Alsof je bij een bushokje bent met zo'n display. Alsof je bij een McDonald's gaat bestellen. Job, bedankt. Ja, mijn taak zit er weer op. Kom eens voorbij staan, anders. Zie je dit? Oh, wat is je ook? Zie je op. Oh! Oh! Kijk mijn nek, jong. Ik ben Lange Jan. Je krijgt hier dus dit kastje bij. Het lijkt echt alsof je hier gewoon een console bij krijgt. Maar dit is dus het kastje wat verantwoordelijk is voor werken van alle beeld wat je binnenkrijgt. Dus je hebt hier, normaal heb je de inputs op je monitor zitten. Bij deze monitor krijg je dus dit kastje. Die sluit je aan via de One Connect op de monitor. En dan heb je drie inputs, drie HDMI. En hij heeft ook internet, SPDIF uit en een USB voor weet ik veel. We gaan er allemaal achter komen. Job wijst mij erop dat het vier HDMI's zijn en hij heeft gelijk. Ik vraag me nu af of dat iets was wat ik misschien eerst had moeten verwijderen, maar goed. Dude. Nadat je de monitor in elkaar hebt gezet, is het tijd om alles aan te sluiten op de One Connect Box. Dat is een kastje, lijkt een beetje op de Xbox One, dat alle inputs, outputs, stroom en internet regelt en ook nog een eigen OS heeft. Vervolgens gaat er één kabel, de One Connect kabel, naar de achterkant van het paneel waar dus alles doorheen gaat. Stroom, signaal, je zegt het maar. Als het allemaal aangesloten is, kan de monitor aan en komen we in Samsung's Tizen OS. Vanaf dit punt is het eigenlijk gewoon een smart tv. Je krijgt er zelfs dezelfde afstandsbediening bij als bij een normale Samsung tv. Je kunt apps gebruiken zoals Netflix, Disney+, Amazon Prime en YouTube. En er zit ook een browser op. Nou, allemaal heel fijn natuurlijk, maar jullie denken nu waarschijnlijk, Gijs, heel mooi allemaal, maar dat kan de tv in mijn eigen woonkamer ook. En gelijk heb je. Laten we er gauw een game PC op aansluiten. Is al gebeurd. En naar de echte vette dingen gaan kijken. Oké, het is natuurlijk een zeer indrukwekkend paneel, maar naar mijn mening wordt dit ding pas echt vet als je er niet naar kijkt als één 55 inch monitor, maar als een soort leeg doek waarop je één of meerdere, kom ik zo op terug, schermen projecteert. Afhankelijk van de situatie. Kijk dit bijvoorbeeld. Als ik Tryout Call of Duty zit te doen, zit ik met mijn neus op het scherm. Dan is dit natuurlijk veel te groot. Maar als ik lekker een game als Spider-Man wil doen, wil ik me helemaal immersen in de wereld van die game. Dan zet ik het scherm een stuk
groter. En het blijft niet alleen bij groter en kleiner maken. Stel je wil wel een heel breed gezichtsveld, maar je wil niet helemaal naar boven hoeven kijken. Maak er een ultrawide of zelfs een super ultrawide paneel van. Fucking vet toch? En wat ook mooi is, ondanks die hele softwarelaag die die dingen allemaal regelt en schaalt, voelt het scherm toch gewoon responsief. Misschien niet zo gestoord als een e-sports monitor, maar daar is dit ook duidelijk niet voor bedoeld. We hebben hem trouwens aangesloten op een Redux NZXT Gamer A330R38 met een Ryzen 7 5800X en een RTX 3080. Link in de beschrijving als je dat een mooie game PC vindt. Nou, dan gaan we een potje free for all doen. Dan moeten we helemaal mijn hoofd draaien naar rechts om te weten hoeveel mensen in de server zitten. Normaal heb ik het in één blik, maar nu zie ik alleen maar de server en één groot grijs slakje. Ja, kijk hier dan. Zo moet ik hem hebben. Oh, kijk. Ik moet even settings doen, man. Oh. Kijk, mijn crosshair. CSGO spelers in een crosshair. Het ziet er zo gestoord uit, hè. Wow. Keyboard mouse, bro. Helemaal in mijn nek draaien. Ja, ik ga echt helemaal... Ja, het is zo belangrijk dat je je mouse sense goed hebt staan. Vergeleken met thuis. Kijk, dan heeft hij hem goed staan, dan gaat hij meteen los, hè. Ik word best wel misselijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Als ik snel draai, dan... Ik ben ook nog steeds niet erover uit of ik het er niet misselijk van word, zeg maar. Ik denk dat ik er misselijk van word. Het geluid is ook fucking sick. Dat is echt wel hard. Maar dit komt regelrecht uit de monitor. Dit komt uit de monitor. Ja. Er zitten 4 speakers in. Volgens mij twee side speakers, 2 center en 2 subwoofers. Probeer het scherm eens kleiner te maken. Wat? Ik moet gewoon in de midden zetten. Kijk, gewoon die kleur. Kijk hoe vet reactief die rand is. Dit voelt gelijk al veel fijner, man. Wow. Dat hebben we niet gezien, mensen. Nog klein. Die was op zijn kleinst. Nee, mijn crosshair is bijna onzichtbaar geworden. Wat een goed pakken. Heb je zo'n groot scherm? Dan zit je er zo op te gamen. Het schiet wel beter als het kleiner is, ja. Eerlijk bekend. Kan ik me voorstellen. Dit is nog een overwhelming. Het is een groot stel. Maar ik kan me voorstellen, als je race-spellen speelt, dan heb je zo'n grote view, dat is wel echt sick. Kijk die recoil ook. Dat je heel dat beeld, heel dat wapen gaat zo beneden. Als het kleiner is, dan zit het niet in de weg. Dan kan moeilijker aimen. 35 kills en 70 deaths. Dat is wel precies 0.5 kb. Ja, dat is ongeveer gemiddelde, toch? Ah, god, zei leuk, jongen. Lies, leugens. Ga jij anders een keer te spelen, Gijs? Kijk, ik speel dit spel nooit. Dus... Kom maar, 1v1 op kort, jong. Pik. 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 Pik! Oké, alright. Zoals jullie weten is COD een van mijn favoriete games, dus dat ga ik nu even proberen. Het is in principe te doen, maar het voelt, omdat het zo groot is en je zo dicht op het scherm zit, alsof de FOV toch een beetje laag is ofzo. Ik heb de neiging dat ik de FOV hoger wil zetten. En je moet natuurlijk naar linksboven kijken voor je minimap en naar rechtsonder voor je ammo. Maar het is zeker immersive, dat kun je wel zeggen, ja. Als ik nu gewoon rechtdoor kijk, zie ik echt alleen maar game om me heen, zeg maar. Wat natuurlijk super fijn is aan die Odyssey Arc Dial, die trouwens ook solar powered is. Dus je hoeft hem als het goed is nooit op te laden. Als je hem moet opladen, kun je hem dat alsnog doen via USB-C, maar in principe zou het nooit hoeven. Kunnen we hem super simpel gewoon even wat kleiner zetten. En nu kan ik dus, ja, wat zou dit zijn? Nu is het een 27 inch paneel, zeg maar. Misschien iets groter trouwens. Dus het vervelende aan dat hij zo groot is, is dat je de hele tijd naar linksboven en naar rechtsboven moet kijken. En naar rechtsonder voor de minimap en de ammo counter. Maar dat kun je weer oplossen door een ultrawide van te maken. Kijk, en nu heb ik dus gewoon een fucking grote ultrawide. Nu hoef ik niet meer helemaal naar linksboven, ja, nog steeds best ver, maar niet meer helemaal naar linksboven te kijken om de minimap te zien. En ik kan gewoon ervoor kiezen om, oh, ik heb zin om in ultrawide te gamen. Ik zet de monitor in ultrawide. Dus dat is echt fucking sick. Ik kan nu ook nog... Volgens mij ben ik niet aan het verneuken. Oh nee. Dus nu kan ik hier mijn game doen en kan ik hier gewoon nog 2 andere vensters neerzetten met, weet ik veel, ja, ik heb nu SBS 6 op staan, lol, en YouTube of weet ik veel. Dus, pretty sick.
if you ask me. Kijk, voor een spel als dit leent het zich super goed, want ik waan me gewoon echt in New York, zeg maar. Het is zo sick. Het is niet first person, dus je hebt niet zo snel dat misselijke gevoel, zeg maar. Je hebt wat meer overzicht. En ja, ik kan me eerlijk gezegd geen vettere manier verzinnen om deze game te spelen. Ik zou het liefst nu eigenlijk nog een controller hebben en iets verder eraf gaan zitten, zo. Zo. Maar ja, ik heb nu even geen controller. Kutzooi. Maar dat zou echt het vetste zijn. Maar dit is fucking sick. En de kleuren zijn mooi. Het contrast is mooi. Het beeld is super helder. Als in de helderheid. Super helder als in de helderheid. Lekker grijs. Ja, ik bedoel de licht output, zeg maar. Niet de scherpte. En ja, ik moet zeggen, als je... Ik had het net over dat het paneel dus 4K is. Maar dat dat van zo dichtbij helemaal niet zo scherp is. Maar als je gewoon op fullscreen speelt, dan is dat veel minder apparent dan als je, zoals ik zo meteen bij Call of Duty ga doen. Of zoals ik net bij Call of Duty gedaan heb. Ik weet even niet in welke volgorde we zitten. Het scherm kleiner maakt. Want dan worden de dingen op het scherm ook kleiner. En dan zie je dus sneller van die kartelrandjes. Terwijl nu alles super groot is op het scherm. Fucking Spider-Man is zo groot al op het scherm. Het is gewoon dit. Gewoon mijn gezicht. Zo groot is je poppetje op het scherm. Dus dat is echt insane. En het laatste wat ik nog even wil laten zien is die, hoe noemen zij het? Reactive. Kijk hoe ze het noemen. Active Ambient noemen zij het. Dus ik heb het nu op een soort onderzichtig glas staan. Een soort badkamerglas. Maar je kunt het dus ook bijvoorbeeld op Park Particles zetten. En je ziet dus dat die kleuren zich super goed real-time aanpassen op wat er op je scherm aan de hand is. Ja, dat is ook fucking vet. Dus in plaats, je kunt het ook uitzetten. Als je dat afleidend vindt, kun je het ook uitzetten. Dus dan heb je gewoon een zwarte omlijsting. Maar ik vind het wel een heel vet detail en het werkt fucking goed. Dus dat is ook cool om te zien. Oké, fucking vet dus. Je koopt dus eigenlijk meerdere gaming monitors in één. En je kunt binnen een paar seconden schakelen tussen die verschillende standen. Afhankelijk van de game die je wilt gaan spelen. Het enige nadeel is natuurlijk ten eerste de prijs. Maar ten tweede blijft het een 55 inch 4K paneel waar je op speelt. Waardoor de pixeldichtheid niet super hoog is op een normale afstand voor een monitor. Begrijp me niet verkeerd, hè? Voor een tv is 55 inch 4K fucking insane. Maar je zit hier veel dichter op. En de pixeldichtheid is gewoon niet zo hoog. Die komt neer op 80 pixels per inch. Bijna precies hetzelfde als een 27 inch Full HD monitor. Wat logisch is, want dit zijn in principe precies 4 Full HD 27,5 inch monitors. En dat is gewoon niet zo scherp. De kwaliteit is verder wel echt sick. De kleuren zijn prachtig door de quantum dots en de helderheid en het contrast zijn insane door de mini-LED technologie. Maar super scherp is het dus niet van dichtbij, als je hem als monitor gebruikt. En het is wel een monitor. Dus ja. Goed, dan is er multiview. Dit is tegelijkertijd misschien wel de vetste en de meest teleurstellende functie van deze monitor. Met deze functie kun je meerdere schermen op je 55 inch doek projecteren. Dat klinkt super vet en is het natuurlijk ook, maar toen ik zag dat dit ding, die One Connect Box, 4 HDMI 2.1 inputs had, ging ik ervan uit dat je dus ook 4 HDMI inputs op je scherm kan toveren. Helaas. Je kunt maar 1 HDMI input tonen en tot maximaal 3 andere vensters, maar die zijn dan beperkt tot Tizen apps zoals Netflix of een browser of een smartphone of laptopscherm dat je spiegelt via, weet ik veel, Miracast of Airplay. Je kunt dus niet je PC en je PlayStation tegelijk aansluiten en die tegelijkertijd weergeven. Ik ben bang dat heel veel mensen hierdoor toch zullen afhaken en denk zelfs dat ze misschien beter nog duurder hadden kunnen maken, maar dan wel met die ondersteuning. Ik denk het wel. Een gemiste kans. Ten slotte is er cockpit view. Dat is wanneer je het scherm in portretstand zet, zodat je natuurlijk levensgroot TikToks kan kijken. Oké, het ziet er misschien op het eerste gezicht een beetje gek uit, maar vergeet niet dat dit scherm fucking groot is. Als je het scherm nu in drieën deelt, heb je eigenlijk gewoon 3 best wel grote schermen boven elkaar. En als je op het onderste scherm gamet, voelt het eigenlijk gewoon best wel normaal. Oké, het is duidelijk dat de Odyssey Arc een van de vetste, misschien wel de vetste en meest innovatieve gaming displays van dit moment is. Maar er zitten helaas nog wat haken en ogen aan het hele verhaal. Ten eerste is er de te lage resolutie van dichtbij en ik had dat heel graag voor lief genomen als ik wel gewoon die 4 HDMI inputs op mijn 55 inch doek kon projecteren. Dan leverde je wat scherpte in ruil voor die super vette flexibiliteit die je dan zou hebben. Maar dat gaat dus niet. Ik zie hier iets met zoveel potentie. Ik vind dit zo vet. De beeldkwaliteit, los van de resolutie, is fantastisch. Het geluid is goed. Stel dit ding had een hogere resolutie en je kon wel 4 inputs projecteren, dan kon je gewoon elke mogelijke monitorconfiguratie erop schilderen. Dan kon je een werkprofiel aanmaken met misschien 3 schermen, een profiel om ultrawide op te gamen met 2 kleinere schermen erboven, een profiel om console te gamen met 2 kleinere schermen van je PC erboven. De mogelijkheden zijn
eindeloos. En dat zonder dat je al die monitors en een losse tv had hoeven kopen. Dan was hij zijn prijs ook best wel waard geweest, want met 3 monitors en een dikke tv zit je makkelijk op 3000 euro. Ik zie er echt wel wat in, maar deze versie heeft het helaas nog niet. Vond je het een leuke video? Drop dan even een likey. Wil je nooit meer een video missen van Readings Gaming? Subscribe dan en klik op dat belletje. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Doei. Het is wel fucking sick. Als je geld hebt, ik zou het al weten. 3 doezoe. Had hem nou 4 doezoe gemaakt. En dan wel met alle inputs tegelijk. Samsung, oh. Dan kon ik hem nog steeds niet betalen, maar dan zou ik hem wel willen. Ik wil hem nu ook.